Vroeger was ik een klein, dun, sportief ventje, gek op voetbal, tikkertje en buitenspelen. Op de middelbare school werd ik helaas vaak gepest omdat ik de kleinste was, ik was vrij druk en ik kwam uit een ander dorp. Toen ik een jaar of 17 was, dacht ik, hier moet verandering in komen. Ik ging samen met mijn beste vriend naar de sportschool om zo breed en sterk mogelijk te worden. Na een aantal jaren van 3 tot 6 keer per week trainen was ik best wel breed geworden en besloot ik dat het eens tijd was om droog te trainen. Helaas, door het strenge dieet verloor ik hierna een klein beetje mijn zin in het sporten en heb ik een aantal jaar op een laag pitje gesport. 1 of 2 keer per week om het een klein beetje bij te houden. Ik werd wat dikker, ik vond het wel prima, ik had een leuke vriendin en ik had niet meer echt de trigger om keihard naar die gym te gaan. In 2022 kwam daar verandering in. Ik besloot dat het tijd was om weer vol te gaan gymmen. 5 tot 6 keer per week en binnen amper een jaar had ik mijn oude fysiek weer terug. Ik zag er goed uit, ik was sterk geworden, maar ik besloot dat dit niet genoeg was. Ik hou van zwaar trainen, ik vind het heerlijk, graag til ik zo zwaar mogelijke gewichten, maar ik had een nieuw doel. Ik wilde niet alleen sterker worden, ik wilde de sterkste worden van de hele gym. Dus besloot ik om te gaan powerliften. Voor de mensen die niet weten wat powerliften is, powerliften is een krachtsport waarbij het gaat om de 3 grote lifts. De squat. Hallo, squat. De bench press. En natuurlijk de beruchte deadlift. Om echt goed te worden in deze sport moet je slim trainen. Je hebt een schema nodig wat jouw lichaam progressief prikkelt en steeds sterker maakt over een lange periode. Ik besefte mezelf dat ik niet genoeg verstand had van deze sport, dus ik besloot om een professional in te gaan huren. En niet zomaar eentje, want ik heb de beste powerlifter van Nederland gecharterd, namelijk Jordy van Heiningen. Hij is namelijk in 2023 wereldkampioen geworden bij de junioren in de gewichtsklasse onder de 93 kilo. Zijn lifts op dit WK waren ongelooflijk. 185 kilo benchpress, 300 kilo deadlift en een nieuw wereldrecord, 288 kilo squat. Jordy heeft mij iets langer dan een half jaar gecoacht met dagelijks contact. Hij maakte mijn schema's, hij hielp me met mijn voeding en we hadden regelmatig samen trainingen waarbij hij mijn techniek verbeterde. En dit allemaal om eind 2023 mee te doen aan de grootste powerliftingwedstrijd van Europa, de SPD Cup. In deze video neem ik jullie mee tijdens het half jaar durende avontuur waarin ik de sterkste versie probeer te bereiken van mezelf. Voor de eerste ontmoeting met Jordy had hij mij uitgenodigd bij zijn privégym in de garage van zijn vader. Hij heeft hier een professionele powerlifting setup dat de oplossing was tijdens zijn coronaperiode. Nu gebruikt hij deze ruimte voor de intakes en voor korte techniek sessies. Deze eerste intake is een belangrijke, want ik ga samen met Jordy kijken wat mijn niveau is. Hij wil mijn techniek zien, hij wil zien hoe sterk ik ben, zodat hij op basis van deze resultaten kan voortborduren en een goed plan in elkaar kan zetten. Want we zullen echt flink aan de slag moeten om onze goals te halen. Laten we eens kijken wat mijn niveau was. We zitten nu even hier een formulier in te vullen. En nu gaan we een beetje kijken naar mijn persoonlijke doelen. Jordy die vraagt net aan mij van wat is de goal voor mij? De goal is om zo sterk mogelijk te worden in 6 maanden. Maar hoe sterk dat? Hoe sterk? Hoe sterk? Jordy heeft tegen mij gezegd, we gaan echt gewoon doelen neerzetten die wel extreem hoog zijn, zodat we daar naartoe kunnen werken. Misschien zijn ze out of reach, maar ja, we weten natuurlijk niet hoe mijn lichaam gaat reageren op die half jaar training die we gaan doen. Het kan alle kanten opgaan. We hebben gezegd een 260 kilo deadlift, een 180 kilo squat en een 140 kilo bench. Nou ja, we gaan straks een soort nulmeting doen. Ik hoop niet dat ik faal. We gaan het zien. We gaan ons best doen en we gaan er gewoon voor. Ja. We gaan gewoon die doelen proberen te bereiken. Ja. Natuurlijk meer dan onze best kunnen we niet doen. Maar die 260 kilo deadlift, 180 kilo squat, 140 kilo bench zou echt heel mooi zijn. Zou heel sick, dan heb je een mooie total denk ik. Dan heb je een hele mooie total. Dan heb je, even kijken, 400, 580. Dat is zeker niet slecht voor je eerste wedstrijd. Nee. Nou ja, we gaan het zien. Iedere dag moet ik gaan invullen van hoe ik me voel, hoe de training is gegaan. Ik moet van alles gaan bijhouden. Dat is ook de enige manier hoe hij kan zien hoe het met me gaat en of we vorderingen boeken. Het is in ieder geval heel vet. En ik ben heel erg benieuwd. We gaan zo meteen even omkleden. Gaan we eens even kijken hoe het gaat. Ik ben benieuwd. Let's go. Hi, jongen. Het is echt werk dit. Zo mooi plakken, man. Dit zijn de standaard plakken, hè? Ja, dit zijn de standaard schijven inderdaad voor wedstrijden. Ja. Je hebt geen basic fit bumpers nu. Nee. Dit is wat anders. 25 kilo per stuk. Rogue. Het zijn ook pittig duur, hè, deze plakken. Ja. Veel duurder dan je denkt, ja. We gaan nu 70 kilo squatten. Dat moet een makkie zijn.
toch nog een kleine tip geven. Ja? Straks gaan we natuurlijk dieper op in. Ja? Als je aan het houdt, dan doe je heel erg je borst vooruit. Ja? Tot het punt dat heel je rug holt. Oké. Okay. En straks ga je een belt gebruiken natuurlijk. Mm-hmm. En die belt die gebruik je vooral om je ribben laag te houden. Ja? En je buik goed aan te spannen. Als je zo zit, kun je je buik niet goed aanspannen houden. Oké. Okay. Dus als jij zakt, dan doe je ook dit. Heel overdreven. Oké. Okay. Dus je kijkt een beetje naar voren, borst vooruit. Ja. Laat je juist je borst laag hebben. Ja. Rechte rug. Ja. Goede brace. Want dat kun je niet als je dit doet. Nee. Dan krijg je een blinde brace of zo. Oké. Okay. Dus ik zou iets meer focussen op de ribben laag. Ja. Ja. Dat is echt geluid, jongens. Lekker man. Dat is echt geluid. Nou, ik kreeg al de eerste tip. De eerste tip was dat ik iets te hol ga staan. Ik moet mijn ribben wat verder intukken als het ware. Goed bracen vanuit mijn bovenste buikspieren, denk ik. Ja, je wil dus met je belt, wil je dus eigenlijk als je gaat bracen, wil je buik tegen die belt, dus die aandrukken. Ja. Dus dat wil je met heel je buik gaan doen. Ja, oké. Okay. Goeie tips. Nice, we gaan ietsje zwaarder, van 70 naar 100. Langzaam wordt het wat. Langzaam wordt het wat en wordt het geluid steeds beter. Ja, 120. Deze squat, was hij trouwens beter dan die met 70 kilo? Ja, okay. Was beter. Straks, ja. We gaan nu nog even onze normale techniek gebruiken om te gaan maxen. Daarna gaan we echt heel diep erop in. Ja. Dus dan gaan we dingen veranderen. Ja, want ik doe high bar en dat is eigenlijk wel niet goed, hè? High bar gaan we echt niet doen. Nee. Als je kracht wil, als je sterker wilt zijn, doe low bar. Als je meer spiergroei wilt in je bovenbenen, kan je high bar doen. Okay. Ik doe weer heel veel dikke fout, jongens. We gaan weer een stapje verder. 120. Nice. Je pauzeert hem onderin. Doe je het expres? Vind ik wel lekker. Stapje verder. 140 kilo. Gaat die lukken, coach? Mooi. Lekker alles. Nou, dat is niet waar. Even trouwens ter vergelijking, je zou het niet zeggen, deze jongen is 18. Net 18 geworden. Ja, ik ben 32. Maar, moet ik het goed zeggen, jij bent tweede geworden op EK of op WK? Tweede op WK en EK. Oké. Okay. Maar dit jaar eerste. Dit jaar gaat hij eerste worden. Ik ben vandaag met iemand sporten die er wel echt wat van weet, die wel echt al wat gepresteerd heeft. Dus ik moet goed mijn best doen, jongens. Ik kan niet met 140 kilo. Wat is jouw maximale squat wat je ooit gedaan hebt? 275 kilo. 275, oké. Okay. Dus dat is twee keer zoveel als dit. 5 rode platen. Ja. 140, oké. Okay. Dus hij doet twee keer zoveel als dat ik nu ga squatten. Dat is al heel bizar. Nou goed, we gaan het zien. Kom aan. Appa, kom op. Hoe is het? Gewoon opstaan. Nou, ging best goed. 140, wat vond je ervan? Ja, ging best wel goed. Ja? Ik weet je nog 3 reps over had. Dus ja? We gaan nu naar 145. Ja? En daarna gaan we 150 waarschijnlijk doen. Dus we gaan eerst veilig, even rustig gaan, even opwarmen. Ja? Even chill. Ja? Dan gaan we 150 knallen. Oké, okay. Cool. Klinkt dus plan. Plan. Oké. Okay. Oké, gaan we. 145. Cool. Dan zou ik nu mijn... Nou ja, oortjes in hebben met heel hard muziek. Ja, ik had hier normaal een box, maar ik heb het toevallig. Nou, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik, jouw aanwezigheid hype me genoeg, dus dat komt helemaal goed. Oké. Diep ademen. Je zuurstof. Rustig zakken, controle, hak omhoog. Alles geven nu. Hart omhoog, come on. Nice. Hopla. Lekker man. Prima. Oeh, dat is wel pittig, maar ging wel. It's a plan. We gaan iets lichter. Ja. Meer focus op techniek, want dat kan je natuurlijk niet doen als je heel zwaar gaat. Nee. Dus we gaan nu wat dingen veranderen. Ik heb al heel veel dingen in mijn hoofd. Ja. Maar we gaan rustig gaan beginnen. En dan gaan we ervoor zorgen dat we 180 kilo kunnen gaan squatten. In een half jaar. In een half jaar. Oké, okay, dus een 35 kilo upgrade. Ja. Dat is op zich netjes, toch? Heel netjes. Heel netjes. Ben je overal tevreden wat je tot nu toe hebt gezien qua squat?
Nee. Is het een goed startpunt? Oh, startpunt is wel goed. Okay. Maar techniek moet echt beter. Oké. Okay. Dat gaan we wel werken. Nice. Top. Na de nulpuntmeting van de squat en de vele tips van Jordi was het dan tijd voor de benchpress en de deadlift. Het niveau van de benchpress was veel lager dan die van de squat. Ik deed ongeveer alles fout wat ik fout kon doen. Mijn kont kwam los, mijn hoofd kwam los van het bankje. Hij heeft zelfs nog zijn kijkers op Instagram gevraagd of ze tips konden geven. We vragen Daniel Beyers. Zoals je kan zien, hij is aan het benchen. Yes. Laat me even weten. Wat voor techniektips jullie voor hem hebben? Maar ja, jongen. Laat me hier weten. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval, voor de benchpress is er heel veel om te verbeteren. En ons startpunt met de benchpress is 90 kilo met een slechte vorm. Daarna gingen we over op de deadlift, mijn favoriete lift. Ik zal jullie de lange test besparen en even mijn toplifts laten zien. Appa, doet hij even. Ja hoor. Ga je zien. Doet hij even. Oké, we gaan weer een stapje hoger. 190. Kom maar. Juist. Lekker een rode kop. Hij voelt wel zwaarder dan deze. Ik zweer het. Dacht ik wel. Ja. Gaan we een stapje verder. 200 kilo. 200 kilo. 25, 50, 75, 85, 90. Plus 20 kilo. Stang. Stuk stijvere stang dan normaal. Normaal als ik er 200 kilo op doe, dan zit hij zo vol. Ja. Dus dat is het verschil. Ja, dat is het verschil inderdaad zo. Maar ja, we gaan het zien. Opladen. We gaan het zien. Ik ga het proberen. Yes. Okay. Dan ga ik met mijn pompen. Gewoon doortrekken, zo simpel is het. Gewoon opstaan. Opstaan, doortrekken, door. Nice. Lekker. Nice. Kijk maar. 200 kilo. Ben je tevreden? Ja. Nice. Best wel goed uit. Lekker man. Ik ben blij. 200 kilo is gelukt. Nu wordt het wel echt serieus. Bijna 4 plakken. 3 rode en een blauwe. Bijna 4 pizza's. Bijna 4 pizza's. Lekker man. Ja, yes, zijn dat pizza's? De rode plakken? We noemen dus, kijk, de rode noemen we pizza's. Ja? En de groene noemen we rucola. Sommige mensen zeggen, ja, 4 pizza's en een rucola. Ja. Dat is 240 kilo. Oké. Okay. Nee, prima. Nee, ja, ik ben heel blij. Ik ben echt blij dat ik die 200 heb gehaald op, op deze setup. Want dat betekent ook dat mijn gym PR er niet heel ver van af ligt. En er zat zeker meer in de tank. Wat denk jij? Nou, 210 moet wel lukken. Ik denk dat het een goede poging is. Ja, het laatste zware lift van de avond, denk ik. Daarna gaan we wat lichter en techniek focussen. Ja. En dan zijn we weer klaar. Lekker man. Dan mogen we naar bed. Gewoon doortrekken. Gewoon opstaan. Niet opgeven. Dat is het belangrijkst. Doortrekken, niet opgeven. Gewoon door, door. Ai! Nee, dat is niet in. Dit wordt pittig. Ook waren er op de deadlift een paar puntjes van kritiek, maar was het echt een stuk minder, dus daar was ik erg blij mee. Dus met deze lift een beter startpunt om mee aan de slag te gaan. En een 200 kilo deadlift met een stiff bar lijkt mij toch ook wel een prima startpunt. We verlaten Jordi's sportschool met een tevreden gevoel en weten dat we de komende tijd keihard moeten gaan werken. En ik weet gewoon nu al dat ik het aankomende jaar niet één training mag skippen, goed op mijn voeding moet letten, goed moet slapen. Want als deze combinatie niet compleet is, dan gaan we natuurlijk nooit de doelen behalen voor de wedstrijd. Ai! Zo, een nieuw hoofdstuk. Een half jaar trainen, dat is natuurlijk niet zomaar wat en dat moet met een plan. Jordi schrijft voor mij een plan, die werkt hij wekelijks bij. Hij kijkt naar mijn resultaten, hij kijkt naar hoe ik train. Na elke training stuur ik video's naar hem op. Hij kan zien hoe ik het doe. En elke maand hebben wij een personal training sessie. Tijdens de personal training sessie kijkt hij nog even wat extra naar mijn techniek. Krijg ik super veel tips van hem. En proberen wij in een half jaar echte powerlifter te worden. Het is heel belangrijk dat ik niet één training mis. En ik heb ook werkelijk waar niet één training gemist. En daar ben ik echt trots op. Daarnaast is slaap een hele belangrijke factor. Ik wil met jullie gaan kijken hoe mijn schema's eruit zagen. Hoe mijn dagelijkse routines eruit zagen. Wat ik at. En uiteraard wil ik u de highlights geven van de leukste trainingen van het afgelopen half jaar. Ik ga jullie niet in alle trainingen meenemen. Het zou super saai zijn. Maar ik heb met hele leuke mensen getraind. En ik heb in interessante gyms getraind. Goed, laten we eens even gaan kijken wat ik in die 6 maanden heb uitgespookt. We gaan het even in het kort hebben over mijn schema. In mijn schema train ik met RPE. RPE is een getalletje dat bepaalt de intensiteit waarmee ik een oefening moet gaan uitvoeren. Wat houdt het nou precies in? Het getal 10 houdt in dat je aan het eind van je werkset niet één herhaling meer kan. Hier zie je een voorbeeldsetje van een RPE 9 à 10. Aan het eind van mijn set had ik misschien nog bijna één herhaling of niet één herhaling meer gekund. RPE 9 betekent dat je aan het eind van je oefening nog één herhaling kan.
RPE 8 nog 2, RPE 7 nog 3, RPE 6 nog 4. Wat je doet met powerliften, je traint eigenlijk nooit tot aan je maximaal. Want als je tot aan je maximaal traint op de grote oefeningen, moet je heel lang herstellen. Zeker met bijvoorbeeld een deadlift. En dat is voor je progressie niet handig. Dus hoe werkt zo'n schema? Nou, laten we eens even gaan kijken naar mijn schema. Als wij hier nu kijken naar mijn schema, dan zie je de hoofdoefeningen. Die zijn gekleurd in het rood. Je ziet de deadlift, de squat en de bench press. Nou heb ik in het begin 3 dagen in de week getraind en ik ben uiteindelijk de laatste 2 maanden van mijn schema 4 keer in de week gaan trainen. 20 maart ben ik begonnen met mijn schema. Ik heb hier de getallen ingevuld staan die ik toen heb gedaan. Ik begon met gepauzeerde deadlifts. Die zijn goed voor je techniek. Word je sterker van vanaf de grond, maar ook sterker van in je lockout. Super handige oefening. Maandag dus deadlifts op RPE 6. Eerste setje 3 herhalingen, tweede setje 6 herhalingen. En dan nog 3 sets op 6 herhalingen met een 10% drop in gewicht. Dan hieronder zie je nog de accessory oefeningen. Dat zijn de extra oefeningen voor bijvoorbeeld spieropbouw of omdat het goede oefeningen zijn om de grote lifts te ondersteunen. Maandag is een deadliftdag. Dinsdag squat en bankdrukken. Vrijdag weer squat en bankdrukken. Je ziet hier dus eerste week RPE 6. Dan gaan we naar de tweede week. Dan zie je RPE 7. Dus 3 herhalingen aan het eind van je set. Derde week gaan we naar 7,5. Vierde week gaan we naar 8. En dan tot slot de 5e week trainen wij op RPE 9. En daarna gingen we weer terug naar een nieuw blok. Hier, moet je eens kijken. Tweede blok heb ik dus 3 keer 185 kilo gedaan. Dat is dus 15 kilo toename in 6 weken trainen. Uiteraard komt dat ook omdat ik beter ben geworden in de oefening. Ik moest ook wennen aan die gepauzeerde deadlifts. Voelt als een andere oefening. Maar in 6 weken tijd dus 15 kilo erbij op die deadlift. En dat komt omdat je nooit helemaal tot het gaatje prikkelt. Je lichaam kan goed herstellen. En ja, je hebt een progressieve overload. Dus je gaat elke week ga je een stapje zwaarder. En de bedoeling is dus zeg maar dat jouw startpunt van elk blok, dat die steeds dan ietsje hoger wordt. En uiteindelijk krijg je een laddertje. En als je dit lang genoeg doet, word je steeds sterker. Schema en de programmering van de schema is één van de belangrijkste factoren van de powerlifting training. En hiervoor heb je eigenlijk wel echt een expert nodig. Je kan uiteraard aan de slag gaan met het principe van RPE, dat je 5, 6, 7, 8, 9 gaat trainen, dus in blokken. Om een voorbeeld te noemen, halverwege mijn 6 maanden trainingsperiode liep ik tegen een blokkade aan. Heeft Jordi me geholpen door even naar mijn schema te kijken, een oefening eruit te halen en daarna ging ik ineens weer boef. Verder en werd ik steeds sterker richting de wedstrijd. We komen misschien straks ook nog wel even terug op het schema. Maar laten we nu even verder gaan naar de training. Vandaag is het ook lekker weer en dan gaan we gewoon weer naar binnen. Het zou gewoon chill zijn als we buiten konden sporten. Run! Maandag trainingspartner. Valt het tot nu toe, de powerlifting training? Ja, het is heftig. Ja, maar wel goed voor me. Ja. Ja jongens, we gaan ervoor. We gaan weer lekker beuken. Weer naar de basic jongens. Laatste weekje van dit blok. Ik ben ook wel benieuwd wat we vandaag gaan trekken. Moet even kijken hoe het gaat. Maar misschien ga ik straks proberen om gepauzeerd 200 kilo te deadliften. Heb ik nog nooit gedaan. Ik moet wel van Jordi heel erg op mijn techniek letten. Want ik moet een slack pull gaan toevoegen. Ik vind die slack pull zelf niet lastig. Maar ik vind dat ik dan zeg maar slack moet trekken. En dan een pauze. En dan omhoog. Dat mest een beetje met mijn hoofd. En ik stuur straks mijn filmpjes natuurlijk weer door naar Jordi. Jordi die monitort alles vanaf zijn telefoon. En aankomende zondag ga ik dus samen met Jordi en een aantal van zijn trainingspartners ga ik sporten. De gepauzeerde deadlift. Als je kijkt zie je aan het begin van de oefening mijn kont omhoog komen. Daar probeer ik spanning in de stang te trekken. Dat heet de slack pull.
En daarna kom mijn kont omlaag, ga ik wat rechterop staan, til ik de barbel een centimeter of 10, 15 van de grond af. Daar poseer ik hem en dan ga ik door. Dat is de gepauzeerde deadlift. Dit voelde voor mij echt als een super awkward oefening. Dit is wel een oefening die ik tot aan het ene laatste blok van mijn powerlifting schema heb gebruikt. Hier til ik 180 kilo, die ging vrij makkelijk. En hier ging ik de 200 proberen. Dat was hem niet. Goed, we gaan nu door naar de teamtraining. Jordi had een leuke meetdag georganiseerd met zijn team, waarin ik de andere atleten van Jordi ontmoette en een aantal van zijn coaches. En dat was een superleuke dag. Ik laat jullie even de highlights hiervan zien en dan gaan we door. Want er zijn nog veel trainingen en er is nog veel te doen voordat ik klaar ben voor de wedstrijd. Laatste warm-up setje. Deze gaan we even beuken. Dan gaan we even kijken of we de zwaarste squat set uit deze reeks neer kunnen zetten. We gaan 160 doen. Let's go. Let's get it. Kom op. Controle. Rustig aan, knijp in de stal, rustig zakken. Ik ben bij je. Ah! Rustig zakken. Hand omhoog, niet opgeven. Kom op. Laatste, easy! Kom op! Hand omhoog! Goed! Ik had er denk ik nog één gekund. Oh, lekker jongen. Lekker man. Blij mee. 160. Hij ging, hij vloog. Op naar de 200 op de wedstrijd. Hier zit anabole in. Oh nee, ben je weer net klaar. Nou, wel lekker, ja toch? Ik wil hem vermoorden, man. Hij wil je vermoorden. Ja, gaat het? Ja. Oké, wat gaan we doen? We gaan een leuke challenge doen, de Flip the Plate Challenge. Oké, zal ik meedoen? Ja, maar ik ga eerst. Ja. Ja jongens, we gaan opwarmen met 10 kilo. Ja. En dan kijken hoe dit gaat. Oké, 10 kilo gelukt. 15. Zonder choke, zonder magnesium op dit. Oh! 20? Ja, voor je tenen, hè? Als je op je teen valt, dan kan je niet meer meedoen aan het NK. Oh, kut. Ja, deze wil ik. Je wordt serieus. Ga je powerliften of gaan deze challenge doen alleen? PR, PR. Oh! Oh. Maar deze man heeft 2 meter, hè? Ja, ik heb cheat handen. 25 gaat nooit lukken. Ah, bijna even groot. Oh. Flippen. Hey. Oh, shit. Powerliften is nogal een intense sport. En hier tilt Ivan 220 kilo. En hij heeft het support van het hele team. Ik moest jullie deze clip even laten zien met geluid. Jeetje Mina, ik heb getraind. Het duurde lang, maar het was lekker. We hebben met het hele team gesport. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om even een kijkje mee te doen hier zo. Ik heb wat nieuwe griptips gekregen. Kleine aanpassingen op de bench. Squat gaat gewoon goed. Ik ben blij. Ik ben tevreden. We gaan voor die 200 kilo squat, man. Op de wedstrijd. Lekker. Een van de belangrijkste onderdelen van de training is natuurlijk voeding en rust. Want je kan zo hard trainen als je wil, maar als je niet rust en als je ook niet goed eet, dan zijn je trainingen niet optimaal en herstelt jouw lichaam niet van de zware trainingen. In de regel is het altijd dat als je optimaal wil eten, dat je 2 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht eet. Nou, ik weeg rond de 80 kilo, dus ik eet ongeveer 150, 160 gram eiwitten per dag. Ik zat uit mijn hoofd iets boven de 3000 calorieën per dag. Ik moest rustig een beetje aankomen richting die 83 kilo, want dat was de gewichtsklasse waar ik in zat. Dus ik mocht natuurlijk ook niet zwaarder worden. Ik probeerde zoveel mogelijk uit natuurlijke voeding te halen. Mijn eiwitten uit vlees, vis, eieren, kwark, skier, yoghurt, dat soort dingen, groente, fruit. En als het nodig was en ik niet aan mijn eiwitten kwam, dan nam ik ook shakes en bijvoorbeeld weight gainers om toch nog genoeg calorieën en eiwitten binnen te krijgen. Dames en heren, moet je nou eens even kijken wat ik binnen heb gekregen. Dit is echt top. Ik ga deze
nieuwe knee sleeves even testen. Ik ben benieuwd of ik ze pas. We hebben net al stiekem even gekeken hoe stijf ze zijn. Deze zijn een stuk stijver dan de knee sleeves van SPD. Ik heb al gehoord van een vriend van mij dat ik een beetje zeep op mijn knieën moet doen. Want anders ga ik ze niet omkrijgen. Yep. Dus nou, ik heb de eerste om. Ik moet zeggen, het zit wel goed strak, ja. Maar met een klein trucje lukt het wel om ze om te krijgen. Nou, ze zitten hoor. Netjes, netjes. Gaan we deze even testen. We knallen in vogelvlucht 2 maanden vooruit naar de helft van mijn prep. Een belangrijk moment waarin ik train bij Jordi, zodat hij nog aan mij kan schroeven met wat laatste techniektips richting de wedstrijd. Want hierna nog 2 à 3 maandjes en dan is het zover. En daarbij was mijn maatje Alec mee voor mooie beelden. 200 zou zo sick zijn. We hebben aan het begin gezegd, we hebben 1 doel. We gaan 200 kilo squatten. Als die lukt. Wat gaan we doen, coach? Wat we gaan doen als je... Oh, dan ga je kaal. Dan ga je kaal. Ga ik dan kaal? Dan ga je kaal. Nou, als jij kaal gaat, dan ga ik ook wel kaal, ja? Nice. We gaan steeds zwaarder, jongen. We gaan nu naar 2 keer Alex's lichaamsgewicht. Shout-out trouwens naar Alec, die filmt vandaag. Straks zitten we even lekker vissen. Maar nu eerst nog even powerliften, jongens. Compleet andere sport dan, hè? Ja. Ja, maar vissen moet je niet onderschatten, hè? Nee, ik was het niet. Moet je maar eens een keer een tonijn vangen. Het is de belt. De belt. De belt. Als je deze belt hebt, dan ben je gewoon automatisch een powerlifter. Klopt, ja. Krijg je plus 20 strength bonus van. Wat deze riem doet, voor de mensen die er niet zoveel verstand van hebben. Deze riem geeft eigenlijk wat extra kracht op je core. Wat je wilt doen, is spant je buikspieren aan op je ademhaling. Houd een beetje lucht in je buik en dan wordt hij extra strak om je middel heen. En dan is gewoon die hele core, die voelt wat steviger. Eigenlijk is het gewoon een beetje cheaten. Pas spelen inderdaad, ja. Maar we doen alles wat binnen de regels mag. Goed, man. Hey! Wat is er? Klopt hij al? Geen tientje? Huh? Maar nee. We hebben net helemaal verder. Ja, ik heb hem ook afgehaald, denk ik. Ah, jouw school. Ja, wow. Nee. Ik dacht al, het ziet er zo licht uit. Oeh, dat gaat weer fout. Is die gebeurd? Oei. Het hart omhoog. Up. Nice. Oké, we gaan nu serieus gewichten doen. 165 keer 2. Let's go. Controle, spanning. Rustig zakken, hart omhoog. En omhoog, hup! En nog één, easy, laatste. Hart omhoog, hup! Door! Ja, vriendschap weer rug af, hè? Ja. Bovenin is niet normaal, snelheid. Gaat goed, diepte goed? Ja, nou, dat zag ik niet echt, maar. Oké, doen we back offsets? Ja, 1 keer 5 hebben we. De eerste 2 blokken. We hebben heel veel op 5 herhalingen getraind. Ja. Ik ben deze week begonnen met een nieuw blok. Nu gaan we naar minder herhalingen. Klopt. Zit daar een gedachte achter? Ja, dus we doen eigenlijk, kijk, we hebben het aantal herhalingen hebben. En we hebben ook de intensiteit. Intensiteit is een ander woord voor hoe zwaar je gaat. En aan het begin van een trainingscyclus eigenlijk, gaan de herhalingen hoog, gewicht is laag. En dan zie je eigenlijk dit effect. Dus herhalingen gaan omlaag, gewicht gaat omhoog, totdat het gewicht heel hoog is. Herhalingen zijn laag. En op die manier werk je dus naar een wedstrijd toe, zodat je eigenlijk steeds zwaarder traint. Okay. Want je kan niet het hele jaar door lang zwaar trainen. Nee, dat is ook niet goed voor jezelf. Nee, precies. Ja, nou, iets meer reps. 5. Vind ik altijd iets pittiger. Kost je ook wat meer energie in je longen, in je zuurstof. Ik doe altijd een pauzetje tussen mijn reps door. Knal ze niet achter elkaar door. Als je bovenin bent, even opnieuw bracen. Ademhaling. Ademhaling. Let's go, 5 reps. Je rust. En omhoog, hop, easy. Op 4, come on. Goed, nog 3. 2, come on. 200 SPD cup. En omhoog, hop. Laatste. Hart omhoog, hop. Nice. Rood als de schijf. Dat maakt niet uit. Heavy shit. Easy. Kom naar het volgende onderdeel. Appa. Rustig zakken.
Hoppa, 80 kilo. Op schaal van 1 tot 10. 11. Nee, op het NK wel, maar nu echt niet. Ah, oh, kijk, man! Ah. Go, 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 go! Op 4. Nice. Mijn lichaam reageert daar heel even op. Wil je het terugzien? Mijn handen tintelen wel. Ah, dat valt wel mee. Holy shit. Slaps. Oké. De man, de myth, de legend. Elec voor Manswoord. Nee, joh! What the fuck? Dubbel overhand, 140 kilo voor de eerste keer. Ja, fucking nice. Respect, gast. Dit is heel ziek. Fucking ziek. Ja, thanks. What the fuck? Heel nice. Toch misschien carrière zoiets gehad? Dit was de max, hè? Nou, het was niet mijn max, maar het was wel zwaar. Het is gewoon bijna 2 keer bodyweight. Dit is 2 keer zijn bodyweight. Hij weegt 65. Talentje. Letterlijk een talentje. Alles ging ook smooth. De squats ging smooth. De bench ging smooth. Nice. Ja, ik ben toch sterk. Ja, ik lijk misschien dun, maar... Ja, dat was sterk. Ja, maar jij kan ook one-arm pull-ups en zo. Ja. Doe hem even 1 keer. Zieke gast, jongen. Fucking klimaap. Lekker, maat. Lekker. Goed getraind. De training met Jordi was een groot succes. Jordi was tevreden met de vorderingen op mijn techniek. Gaat steeds beter, echt super blij mee, maar dat mag ook wel. Want 3 maanden later was alweer de wedstrijd. Ik zat helaas wel met een klein probleempje. Want met mijn rechterschouder kampte ik al een poosje met een blessure. Ik was in maart gevallen met windsport. Ik zal het clipje even laten zien. En ik heb vanaf maart verschillende fysiobehandelingen gehad. Het was niet een probleem wat we heel snel konden oplossen, helaas. Dus dat had ook wel wat impact op mijn benchpress. Jordi is samen met mij naar mijn schema gaan kijken. Hij heeft een oefening eruit gehaald, de dumbbell chest press. Dat was een van mijn accessory oefeningen. En dat resulteerde erin dat doordat ik meer rust kreeg op mijn borst, ik ineens ook weer progressie begon te maken. Dus de laatste 2 blokken ging ik ineens weer super vooruit met bankdrukken. Dat was heel nice, want ik was echt tegen een plateautje aangelopen. Deadlift en squat gingen wel goed. Kleine setbacks hoorden natuurlijk altijd bij. We gaan nu kijken naar het laatste blok voor mijn wedstrijd. Hierin zet ik allerlei PR's. Maar ja, het enige wat natuurlijk echt telt, is hetgene wat ik op de wedstrijd ga doen. Dus laten we even snel kijken naar deze trainingen. En dan is het tijd voor de wedstrijd. Zo, vandaag tijd voor een lekkere nieuwe training. Toevallig weer met Fren. Oeh. Ik heb haar meegenomen vandaag naar Epic Gym. Dat hebben jullie al eerder gezien in de video dat ik daar ben geweest met Jordi. Jordi is er ook vandaag. Die gaat mij coachen. Dit is een hele belangrijke training. Ja, 3 weken tot aan de wedstrijd. Ik ben benieuwd wat we gaan doen vandaag. Maar als het goed is, ga ik een squat PR doen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus laten we lekker knallen. Echt maat. Maat, we zijn er. We gaan ervoor. Coach bedoel ik zeggen eigenlijk. Coach en maat. Ja. Vorige week 180 gedaan. Ja. Die ging goed. En er zat meer in. We gaan knallen. We gaan squatten. Fren gaat ook even mee squatten. Ja, misschien kan je ook wat verleren vandaag. Doet ze het goed, coach? Ja, de schoenen kunnen het. Nee, hè? Nee. Wel lekkere schoenen, hoor. Ja, standaard. Dat is de best wel makkelijk. Wat is deze reactie?
Dit was ook echt een hilarisch clipje. Volgens mij 3 weken voor mijn wedstrijd moest ik een heavy single deadlift doen. Volgens mij 230 kilo. Nadat ik klaar was, liet ik mijn barbel nog even liggen en bleef mijn camera draaien. En het grappige was dat er een paar jongens waren en vroegen mij of ze het ook even mochten proberen. Dit is wat er gebeurde. Ja, doe maar. Probeer maar met z'n tweeën. Nee, met z'n tweeën. Probeer met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Hij heeft een YouTube-kanaal. Ja, man. Ga je ons ook erop zetten dan? Misschien wel, als jullie het goed vinden. Ja. Kijk eens wie we hier hebben. Zitten we lekker te eten. Lekker zitten, lekker te schansen. We gaan zo meteen samen sporten. Frenny gaat me helpen met filmen. Want dit is de laatste training met Jordi voordat ik de grote wedstrijd heb. En die moet even goed vastgelegd worden. Ik heb even een lekker broodje gemaakt. Chicken. Club sandwich, gains, kip, bacon, van alles zit erop. Ik moet weer zwaar squatten vandaag. Zin in. En zwaar bandje. Smakelijk. Vind je smakelijk? Is het lekker? Ja, echt heel lekker. We gaan even een dikke scoop erin kletsen, jongen. Afstuiven. Oké, wacht. Maar hoe krijg ik dit in godsnaam in zo'n klein tuutje? Nee, je moet dry scoopen en dan slok je water mee. Ja, doei. Ja, tuurlijk. Maar dan doe ik niet een hele schep, hoor. Nou, dan doe je 2 keer een halve. Dat is toch wel? Ja. Doe het gewoon? Gewoon bijna een hele. Ja, ik moet nu al bijna een halve. Oké. 1, 2, 3. Dag het niet. Oké. Niet inademen. Water, water, snel, snel. Naar de kloten. Jezus. Waar ging het mis? Nou, bij het gedeelte dat je doorslikt in plaats van dat je het uitspuugt. Wat erg dit. Niet smakelijk, hè? Gaan die schijven door het dak heen vandaan? Bami schijven. Bami schijven. Welkom bij Supreme Strength. Ik ben benieuwd. Mr. Coach. Is atleet. Yo, gaan wij samen trainen vandaag? We gaan samen trainen. Niet lekker. Coachen, maar trainen vandaag. Nice, wat ga jij doen? 180 kilo bankdrukken. Jezus, gast. En wat lichter deadlifts. Is dit jouw laatste zware bench sessie voor het WK? Ja. Nice. Precies een week zaken. Zal ik jou vertellen? Dat ik nog nooit iemand live 180 kilo heb zien bankdrukken. Nog niet, nee. Oh, trouwens, ik lieg. Chris Zuiden en 2 keer 180. Die deed een dubbel. 182. Nee, we gaan niet. Vandaag ben ik jouw coach. Okay. We gaan niet boven wat je hoeft te liggen. De rollen zijn opgedraaid. Precies. Nee, lekker man. Zin in. Benchpress, ik hoop 105, als het heel goed gaat, 110,
geen idee. Deze man die kan benchen, jongen, dat slaat nergens op. Hop! Hop! Lekker gast. Niet normaal. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oei, die ging niet helemaal zoals ik had gehoopt. helaas, maar kan gebeuren. Ik denk als die bench iets langzamer en gecontroleerder zakte, iets lager op je chest. En vooral als die van je chest komt, denk aan ellebogen lokken. Waar ik vaak aan denk is ellebogen naar binnen draaien. Als jouw elleboog naar binnen gaat, span je zeg maar meer chest aan. Dus ik denk met die tips dat wel moet lukken, maar met back-off gaat het vliegen. Lekker. Dat ga je zien. Bij je chest is elleboog lokken, ja. Dan moet ik lekker. Misschien was het ook gewoon iets te veel hype, iets te gek. Als je heel veel hype hebt en je chest te snel gaat, dan kunnen er meer fouten gebeuren. Ja, moet gefocust blijven. Focus is belangrijk. Na de gefaalde 110 kilo was het tijd voor een back-off setje. Een dubbeltje met 100 ging perfect, ongeveer RPI 6-7. Daarna liet Pieter nog even zijn krachten zien. De pomptij 135 kilo keer 4 naar boven. Zwaar. En was de tijd aangebroken voor een nieuw squatpeer, namelijk 192,5 kilo. Dit is de allerlaatste zware lift voor mijn competitie. Hierna heb ik lekker nog een week rust, heel licht trainen, veel eten, goed slapen. En dan eindelijk is het zover, de wedstrijd. Ja, dat was mijn laatste zware training. Ja, lekker. Stop. Ja. En dan zijn we nu aangekomen bij het onderdeel waar jullie op zitten te wachten. De wedstrijd. Laten we gaan kijken hoe dat eraan toe ging. Daar zat ik dan. Samen met mijn neef, Alec en Francis onderweg naar de wedstrijd. Hetgeen waar ik 6 maanden lang keihard voor heb getraind. Ik ben er mentaal klaar voor. Ik heb lekker een weekje rust gehad. Let's go. Daan. Zijn er. Ik heb mijn cameraman bij me. Shout-out aan de cameraman. Ik heb Alec bij me, heel chill. We zijn er, de Jan Massinkhal. Hier gaat het zometeen gebeuren, jongens. SBD Cup. Ja. Na binnenkomst moest ik me even aanmelden en was het tijd voor de weging en de kledingcheck. Oké, we moeten even de kleding laten checken, want er zijn richtlijnen voor. En daarna moeten we wegen, maar ik zit in groep 3. Ik dacht ik al lang klaar was met groep 3. Onderbroek mag aanblijven. Onderbroek mag aanblijven. Als je wilt, dan kies je het ook. Dan meer. Ik zou niet. Ik doe alles uit. Weeg je meer. Dus het kan spannend zijn. Maar net wat je... Het kan spannend zijn. Daniel! Hoi. Nee, niks. Ja, echt gekleed zo. Daniel Meijers. Wat ben ik? Kom er maar binnen. Daar mag je wel staan. Top. 81. 82. Wil je een 80? Rubriekjes. Perfect. Succes. Dank u wel. En nu? Poekia. Het is goed dat ik niet had gegeten en gedronken. Want jullie zagen het net, bijna 82 kilo. Als ik dat gegeten en gedronken was ik zeker 83 geweest. Top. Top. Wel vanochtend 82,3 geloof ik met wegen. 500 gram kwijt. Nu heel veel drinken. Goed eten. En dan gaan we er zo voor. Wat is u? Heel maat. Goed. Met jou? Goed. Ik ben ingewogen. Hoeveel? 81,82. Net iets 82. Veel te leren, gast. Ik woog eergisteravond 84,7. Vind je stress? Ik heb niks gegeten vanochtend. Ja, dat is goed. We zijn er klaar voor. Wat is het? Goed? Dat voelt, man. Dat voelt. Daniel Weijer. Heel plaats. Nee,
Ik heb hem wat beter bij. Twee paar schoenen. Ja, top. Vind je ze mooi? Ja, ja. Kijk, we gaan door het dak. Raketsokken. Ik ga het ook opschrijven, je hebt gewoon raketsokken. Ja, is verplicht, anders trek je scheenbeen op. Ga je bloeden? Ja, maar het is meer dat wij moeten opruimen dan heb je zin in. Ja, ze staan weer helemaal rood. Ja, je hebt je eigen vlogsysteem links van mij. Ja. Oké, en bevalt het? Ja, zeker. Hoi. Ik vind het maar lang duren. Wegen, kleding, zeg, al die dingen. En vooral wachten is echt heel lang. Ik wil nu gewichten zien vliegen. Alsjeblieft. Niet mijn neus gaat het niet om. Daan, wat ga je doen? Ik moet even een nieuwe vraag, of niet? Hij is de briefjes vergeten waarbij ik de beurt moet opschrijven. Dus nu kun je alleen je openlijk doen. Nice. Kom maar goed. Ik zal even kijken of ze mijn pas heb gedaan. We gaan nu de rekhoogtes meten inderdaad, voor de squat en de bankdruk. Maar je moet natuurlijk wel weten hoe hoog het rek moet staan. Anders zit je zo op je tenen en dat wil je niet. Ik denk eentje lager, hè? Eentje lager. 17. Yes. Mooi jongens, nog anderhalf uur. Dan begint de wedstrijd. Ik zit wel in groep 3, dus ik moet als laatst. Dus ik heb nog best even tijd om te eten, te drinken. Maar... Lekker dingetje. Nee, ik ben echt... Iedereen zegt, je bent gespannen, Komt straks nog wel. Yo. Hallo, welkom. Dit is mijn outfit. Waar is Jordi? Spannend? Nog niet. Maar ik moet zo meteen even een plekje vinden waar ik kan warm-uppen. Het is nogal druk. Ik moet over een half uurtje ongeveer liften. We gaan beginnen. Tijd voor de warm-up. We gaan even warm-uppen. Dan gaan we zo knallen. Zin in. Daniel, succes. Ja, thanks man. Ik volg je op VisTV. Thanks man. 1, 2. Hoppa. Het begint nu echt spannend te worden. Ik heb nog steeds niet de opkomstspanning, want ik weet gewoon, het duurt nog even voordat ik ben. Ik ga zo meteen 160 kilo tillen. Die gaat door het dak heen. Daarna gaan we de opener doen. Ik ga daar straks in de rij staan. Ik ga kijken hoe mijn mede-deelnemers het gaan doen. En dan ben ik aan de beurt. Nou hoop ik dat dit riempje en mijn rugspieren sterk genoeg zijn. Mijn beenspieren om die 177,5 kilo door het dak heen te drukken. De hype trainer zit naast mij en op het podium. Ik ben heel benieuwd. Je gaat wel schreeuwen, hè? Natuurlijk ga ik schreeuwen. Lekker een beetje herrie maken. Ja, leuk man. Jij gaat gewoon even een PR'tje zetten. Let dan maar op. Ja, op de derde lift. Ja, no. Hoeft niet op de eerste? Nee, ook niet op de tweede. Nee. Derde lift. Gaan we derde rammen. De eerste oefening waarmee ik opkom is de squat. Ik krijg 3 pogingen. Daarna hebben we de bench press en als laatste de deadlift. En ik ben bijna aan de beurt. Rete spannend. Oh, dames en heren, dit wordt zo sick. Ik ben zo benieuwd. Ik ben hier nog nooit geweest. Het is hier warm. Het ruikt naar zweet. Ga eens meer naar de wc gaan. Deze gaan we vandaag in de gaten houden. Ik heb vertrouwen in jou dat jij vandaag naar mijn gaat worden. Ja? Ja man, ik bless jou. Jonge gasten, zo freaking sterk. En dit is ook voor jullie. Kijk, powerliften klinkt allemaal heel extreem en zo. Maar als je slim traint, je kan super veel vinden op internet. Je kan Jordi benaderen. Jordi weet er onwijs veel van. Kan jullie helpen? Nou, het is echt lachen. En nou ja, als je zulke jonge gasten ziet, zoveel tillen, voel ik me heel oud. Gaan we doen. Gaan we doen. We hebben net warm-ups gedaan, ze vlogen. We voelen ons sterk vandaag. We hebben goed geslapen, we hebben gisteren goed geslapen. Veel vocht gedronken, mijn stem is nu al bijna weg. Alles gaat perfect tot nu toe. Alleen nog één ding doen. Luisteren. Luisteren en squatten. Daarna bang dat ik het bed heb. Komt goed. We hebben een half jaar naar dit moment gewerkt. Je moet het nu gewoon doen, man. Als je dit faalt, kan je heel deze series gewoon weggooien. Denk daar maar aan. Daar dacht ik ook aan op het WK. Komt goed. Let's go man. We gaan ons bewijzen. Let's go.
die zei, goed gecontroleerd, goede diepte, niks aan veranderen. Alleen meer gewicht. 187,5. Ja. Maar ik moet nu weer terug. Succes. Ja, dan. Lekker. Lekker. En nou even echt aan het werk, kom aan. Maat, let's go. 187,5 in de pocket. Ging easy. We gaan nu 200 knallen. Zin in, jongens! Als je dit onderdeel houdt en deze vibe niet belangrijk. Nee, zeker. Ik ben niet sad. Ik ben blij dat we het geprobeerd hebben. Het was een 7,5 kilo jump op mijn PR van 192 van 2 weken terug. Dus het was een risico. 195 had erin gezeten, weet ik zeker. Wacht, wacht even deze. Hallo. Goed gedaan, man. Oh. Ja, als je hem terugziet op de video, het eerste stuk ging echt fucking snel. Ja. Alleen ik kwam met die sticking point te vloer te veel snelheid. We gaan nu over op het warmen, opwarmen voor bench. Ik ga er even aan bijkomen van mijn squat. Gelukkig geen pijntjes of iets. Alleen ik baal wel. Ik weet niet, man. 200. Op een andere dag had hij er misschien in gezeten. Maar die komt nog wel. Andere dag, jongen. Ja, maar weet je wat is die, wat Jordi al zei? Als we 195 hadden geprobeerd en die was gelukt, dan had je gezegd, had ik nou maar 200 gedaan. En het is natuurlijk de eerste wedstrijd, ook alweer een leuk juist leermoment. Ja. Dat je weet van, oké, dit kan dan misschien niet. Dat je dat zelf doorhebt. Ja. Dus je kan wel alles halen, makkelijk, maar ja, dan is het. Dan doe je gewoon warm-ups. Dan moet je zelf wel gaan pushen. Soms moet je falen om daarna weer op te staan. En uit dat dal te komen en nieuwe bergenpieken te bereiken. Dit komt echt een zieke edit geknipt worden. Is hij hoog genoeg? Laag genoeg? Laag? Hoog? Is het hoog? Zijn we klaar voor? Warm-ups gedaan. We gaan openen met de bench. Jordi loopt me te naaien. Hij loopt me te naaien. Hij met bench heeft hij lichter gezet. Als je nou maar die 12 kilo squat moet doen. Ja, jongen. Ietsjes warm houden. Even op adem komen. Ik heb net 100 kilo gebenched. Ik heb 2 keer grip verloren met mijn setup. Dat mijn voet, zeg maar, op de arch, dat mijn voet wegglipte, moest ik weer opnieuw mijn voet neerzetten. Dus dat is wel een beetje kut. Ik ga zo meteen 105 doen. Safe. 105 heb ik al een keer gedaan in de gym. Is geen PR helaas. Maar ik heb vertrouwen dat die gaat lukken. Dan gaan we zo meteen naar mijn favoriete
onderdeel, de deadlift. Ik zweet me kapot, jongen. Het is warm hier. Ik denk al 3 liter water uitgezweet. Oké, jongens, de raketsokken. Het is tijd voor de raketsokken. We gaan door het dak heen. Door het dak heen? Raketsokken, het kan nu niet meer fout. Let's go, man. Die stang gaat zo meteen. Rit. Nu ben ik al 42. Hoop het. Hoop het. Tuurlijk gaan we. Ik wil dat zeggen, bro. Ik voel me goed, ik heb er zin in. 5 minuutjes, dan mag ik. Dus Alec die gaat weer die kant op. Dan gaan we van de voorkant filmen en dan gaan we eens even 205 kilo van de grond afroppen. Zoals Sander zou zeggen. Ga makkelijk lukken. Ga maar mijn coach, ga maar. Coach, Jordi. What's up? Ga Daniel doen. Ga Daniel doen. Blijf kijken, dan zie je het vanzelf. Eerste lift. Goed, solid. Zoals een eerste lift hoort te gaan. Makkelijker zelfs. Ging je heel snel of niet? Ja. Nou, komt het kontje, hè? Oké, ik heb nog een beetje suiker geconsumeerd. 5-6 minuutjes. Wat wordt de volgende? 220. 220. Huh? Die 22 was echt... Waar? Nee. Juist niet. Dus, Maar je hebt hem nu op 2,35 gezet. Ja. Zo'n goede jump, 15 kilo erbij. Jordi zegt, 2,40 heb je ook wel. Maar ik wil deze 100% zeker voelen. Ik wil deze gewoon 100% zeker voelen. Veel succes. Ja, dit wordt echt een sloper. Dit wordt echt een knaller. Het is niet je PR, toch? Wel op deze equipment. Ja. Op deze equipment was de lift die ik net had gedaan met PR. Gefeliciteerd. Ja, evenaring. Oké. Dus nu ga je je PR pakken. Pak je ziek. Je wordt alles of niks. Al die maanden keiterhard trainen. Ja, dat komt er nu in. Mijn handjes lekker wit maken. Pas 2,20, fucking chill. Blij mee. Nu komt de rest nog. Ik wens je veel succes. Thanks, maatje. Maat. Ja, niet gelukt. Nee, ik wil geen excuses geven. Nou, dit is wel goed. Ja, was kut. Ik kwam aan en die stang lag zo scheef. En het tapijt lag zo opgerold. Dus die deed ik nog even zo plat stampen. En toen rolde de bar dus gewoon naar voren. Nou, dan val je gewoon zelf ook naar voren. Als jullie zagen, hij ging gewoon hard omhoog en opeens stopte je. Dus je verloor gewoon balans. Ja. Er was geen kracht. Hier op dit moment geen kracht voor. Je viel gewoon naar voren en dat is gewoon kut. Ja. Ik trok hem wel, maar... Blokte hem niet, jammer. Nee, die techniek moeten we consistenter houden. Maar goed, best een lekkere meet gepoeld. Zo, een einde
aan een half jaar samen trainen met Jordi. Ik wil onwijs bedanken, maat. Ik heb een coach, maar ook een nieuwe vriend. Zeker weten, en ik heb heel veel geleerd. Echt heel veel geleerd. Dus wil jij ook beter worden in powerliften? Hieronder in mijn beschrijving zet ik wat gegevens van Jordi. Kan je met hem contact opnemen. Hij heeft verschillende vormen van coaching. Je kan 1-op-1 coaching met hem doen. Je kan ook alleen schema's, dat soort dingen. Super interessant. Ik heb echt mega veel geleerd. En als je ziet welke progressie ik heb gehaald in een half jaar tijd. Het is jammer dat ik nu de 200 squat en de 235 dead niet heb gehaald. Maar qua kracht zaten ze er wel in. Komt ook door jouw inzet. Ja, was heel leuk. Was echt leuk. Thanks. Echt fucking nice, man. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het is iets totaal anders. Willen jullie meer van dit soort dingen zien? Laat hieronder weten in de reacties. Geef even een likeje. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Ik zie jullie graag bij de volgende video. Bedankt. En de mazzel. Tiende. Ik ben gewoon tiende hoor, gast. Ja, helemaal niet verkeerd. Ja, ik had eigenlijk die 2,35 moeten hebben, man. Waar sta je deze? Ja, tiende. Helemaal niet verkeerd. Zijn wij niet ontevreden mee. Nee. Ja. Nice.